mensen er even door. Is niet fijn. Maar het is nog altijd beter als je kunt zorgen dan dat je verzorgd moet worden. Oeh, dat is een mooie. Dat is een waarheid als een koe, hè? Ja, dat is ook zo. Sommige mensen lopen af en toe te zeuren dat het toch wel heel anders werken is. Maar ik ben blij dat ik de witte jas kan aan hebben en dat ik kan zorgen. Dat gezegd hebbende, is het dan ook niet heel dubbel als je heel dicht bij mensen met corona komt, dat je je zorgen maakt over je eigen gezondheid? Ja, dat denk je eigenlijk. We houden ons aan de richtlijnen en de voorschriften en ja, dat is op dat moment minder belangrijk. Je neemt er zijn altijd risico's aan alles wat je doet, maar we beperken de risico's voor iedereen en vooral voor de patiënt en je doet wat je moet doen. Maar we zijn niet de hele dag bezig van oei oei, nu loop ik zelf gevaar. Dat is niet waar wij aan denken. Geldt dat ook voor de partner in dit geval? Ja. Maar, want ik heb ook verhalen gehoord van mensen, partners van mensen die in de zorg werken, in de frontlinie, dat ze zich toch wel zorgen maken over op de eerste plaats de gezondheid van hun partner, maar ook hun eigen gezondheid. Praten jullie daarover? Nou wel, verlossingsmaatregelen, maar ja, die moet je gewoon in acht nemen. Je vertrouwt je partner wel in dat hij de voorzorgsmaatregelen zo goed neemt dat je zelf geen... Ik heb niet het gevoel als ik op die anderhalve meter ben dat ik wat meer gevaar loop doordat zij in de frontlinie werkt. Dat gevoel, dat vertrouwen moet je hebben dat zij de regels heel goed in acht neemt en ook mijn gezondheid niet in gevaar gaat brengen. Ik denk dat vertrouwen, ja, als vriendschap is dat natuurlijk sowieso aanwezig. Ik denk dat dat wel heel bepalend is. Het vertrouwen in de ander. Als je het over echte vriendschap hebt, wel, ja, natuurlijk. En dat zijn wij. Is dit een vast clubje eigenlijk? Ja. Het wisselt wel een beetje van samenstelling, maar over het algemeen is dit wel een vast clubje. Eigenlijk zijn wij een damesclubje van 7 dames. Wij zijn een fietsclubje. Ah! En de heren mogen vandaag mee. De heren mogen vandaag mee. Oh, dus de... Alleen de twee koppels gaan wel met elkaar op vakantie normaal. Dus, dat wel. Had je al iets geboekt voor dit jaar? Al meerdere keren, meerdere dingen. Dat heel vaak met Frankrijk. Ja, dat gaat nog niet door. En waar zoet je gewoon fietsen? In welke... Zuid-Frankrijk. Oké. Een trekkingfiets met bepakking en dan iedere dag een etappe en dan bed en breakfast en de volgende dag weer een volgende route. Dat is lekker. Lekker avonturen eigenlijk, hè? Ja. Ja, ja. Spannend. Ja, het is het jaar 23. Misschien even in eigen land. In eigen land gaan we dan op fietsen. Even kijken of dat mogelijk is. Hè. En wat was er nog meer gepland? Stelvio in augustus zouden we naartoe gaan. Dat kan nog misschien. Misschien dat dat er nog in zit. En dan ook met bepakking door tegenop fietsen of vanaf de camping? Of vanaf de bed en breakfast? De Stelvio te bedwingen. Wel goed opletten op de Stelvio, hè? Want het verkeer door met auto's is... is ja, dat is inderdaad een autovrij. Het weekend autovrij, dan zouden we dan. Ja, daar gaan 180.000 fietsers nog boven. Ja, dus dat ga je er niet meer. Ja. Maar die hebben wel eigen richting verkeer, hè? Dus ene kant op, andere kant af. Oh ja, geregeld, ja. En een gemeenschappelijk doel. Ja. Maar de Stelvio is niet alleen een beklimming die op het Lieske van heel veel fietsliefhebbers staat. De Stelvio leed ook in een prachtig gebied. Dit zou het over week zijn. Ja, dus dat doet je dan ook wel. Dat volop van de natuur. Ja, dat is ook. Dat doen we nu ook. En dat doen we nu, hè. Ja. Dat is gewoon door het heen en lekker van de natuur genieten. En vorig jaar hebben we de Sella-ronde gedaan door Italië. En door de Niet. Dus ziet je fietsers die leveren in de Dolomieten zitten dan in de Alpen? Ja, ik vind de Dolomieten wel fijn. Dat is allebei fijn. Zien wat ruiger, hè, de Dolomieten. Ja. Nee, dat is de Italiaanse natuurlijk sfeer, hè, en de dorpjes en de dingen. En dat is wat rustiger, wat leuker. Wat warmer aan die kant van de. Ja. Weer, normaal. Zo doen we.
En dan was het ook door Zuid-Frankrijk, lekker warm en toch de bergjes fietsen. Fietsen de vrouwen weer op vandaag? Omdat de mannen eigenlijk een beetje gedoogd weren, hè? Ja, de mannen moeten de wind vangen. Op de fiets, ja. En voor zien de andere veervrouwen? Ja, we zijn als groep vrouwenfietsers zijn we nog niet opgestart. We vinden zeven nog steeds een beetje veel. En we gaan eigenlijk meestal op woensdagavond en op zondagochtend. Dus dit is een tussenritje. Maar we zijn nog niet opgestart met z'n zeven. Het is ook de eerste keer met vijf, hè? Ja, het is ook de eerste keer met vijf. En, nou ja, hoe tegelen is het niet zo heel ver heen naartoe. Nee. Hoe ging het tot nu toe? Ja, het was onderweg. Ja, we fietsen wel, maar niet met dit gezelschap, nu met vijf in totaal. We zien gewoon al de hele tijd aan het fietsen. Eerst met z'n tweeën en dan met z'n drieën. En vandaag voor het eerst met z'n vijven. Nu mogen het weer als het gepaste afstand is. Ja. Ja, dus, en hoe zit het met werk? Ja, u bent natuurlijk gewoon aan het werk geweest. Ja, ik heb vandaag een vrije dag. Jee! Is dat, hebben we het over Vicurie? Ja, we hebben het over Vicurie, ja. Venray of Venlo? Venlo, maar wij werken normaal één dag in de week in Venray. Oké. En welke afdeling? Over de chirurgie. U opereert ook? Ik opereer ook, ja. Ja, we opereren nu nog niet veel geplande operaties, maar nog heel veel acuut en semi-acuut. Ja, dat is nog een beetje lastig, maar mensen zijn toch wel wat, die komen nog wel wat later naar het ziekenhuis. Dus het... Ja, want ze gaan ook later naar de huisarts, hè? Ja. Dus we zien wel wat vertraging en dan worden de operaties natuurlijk wel een beetje groter. Moeten we dan concluderen dat er ook voor wat betreft uw werk, dat er dadelijk gewoon heel veel aan zit te komen? Ja, dat is sowieso. De reguliere controles die worden allemaal uitgesteld. Ja. Dus ja, we weten niet goed wat er nog op ons afkomt, maar je moet roeien met de riemen die er zijn. En dat is de beperking die je nu hebt in het beddenhuis en op de operatiezaal. Want een groot deel van de capaciteit is nog steeds vrij voor de COVID-patiënten. Het is met mondjesmaat opstarten en dat is allemaal een beetje moeilijk en lastig, maar ja, we doen wat we kunnen. Hoe is de sfeer onder... Onder de collega's onder, ja. Op uw afdeling bijvoorbeeld? Heel veel solidariteit is en iedereen probeert bij te dragen waar hij kan. Ja. Klinkt heel raar, maar zou je kunnen stellen dat een crisis een hele goede teambuilding is? Ja, dat is misschien wel zo, ja. Ja, dan kijk je weer wat de essentie is van wat we doen, hè. Dus eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, nou, en alleen niet voor de patiënten die het moeten meemaken. En vooral ook niet voor de familie die niet eens aan bed kan staan. Want doe je dan als, in uw geval, specialist, hè? Mm-hmm. Doe je dan, krijg je dan een andere band met een patiënt omdat er verder niemand aan het bed mag? Ja, ik denk dat voor de specialist, vooral voor de intensive care, die mensen is dat inderdaad wel zo, denk ik. En voor de verpleegkundigen die de hele tijd aan het bed staan, ja. Maar wij beperken natuurlijk onze contacten. Dus wij hebben eigenlijk minder contact met de patiënt dan dat je anders hebt. Raar, hè? En ik denk dat de verpleegkundige, dat die inderdaad heel belangrijk is voor de patiënt. U zat een aantal keren heel snel ook de regio. Werkt u ook in de zorg? Ik heb in de zorg gewerkt en ik ben één maag gestopt. Ik ben fysiotherapeut en ik ben één maag met pensioen gegaan. Dat geeft het niet. Dat geeft het. Dat geeft het. En dat was vlak voor de lockdown? Ja. Vlak voor de lockdown. Dus mijn collega's die moesten meteen in een situatie komen die ik echt niet gegund had. En zelf ook, we moest stoppen in de praktijk, ik moest geen afscheid nemen van mijn patiënten om mij na 44 jaar. Dit was niet fijn. En voor mijn collega's vind ik het verschrikkelijk wie die nou moeten werken. Hier zijn het niet en nu weer met heel veel beperkingen. Ja. En de wils die zorg gewoon geven. Mijn zorghert, dat ging echt, dat had er heel veel leid van. Nou, we kwamen gisteren bij de opnames kwamen we ook eens tegen die door een zwakke gezondheid of door een gezondheidsprobleem nou
niet op hun werk mocht verschijnen. Ja. Maar die ging door, om het maar op zijn platte dialect te zeggen, die ging er kapot aan. Ja, dat ze nou haar steentje niet weko's dragen. Ja, ja. Ja, dat heb ik ook. Ze een legitieme reden heeft. Ja, natuurlijk. Ja, voor mij waren ze het. Ik was gestopt. Ik had de sleutel ingeleverd. De praktijk overgedaan aan collega's. En dan gebeurt dit. Dit was zo heel bizar. Heel bizar. Ja. Ja, en dan zei ze, kan ik iets doen? Ja, nee, we kunnen allemaal niks doen. Maar de onmacht en dat seizoen wat te starten, dat gunst ze niemand. En ja, dat is gewoon niet fijn geweest. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat ze weer heel mondjesmaat mogen opstarten en weer mogen beginnen in de zorg. Want die zorg hecht, ik op die manier heb dat ook die jaren altijd gedaan. En de laatste is dat heel erg mis. Ik mis dat heel erg. Ja. Zal er misschien nog een moment komen waarop je toch nog een soort van officieel afscheidje... Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is... Of moeten andere mensen dat maar doen? Ja, dat ook. Maar ik denk dat dat heel lastig wordt. Maar goed, gezondheid is gewoon nou wat vuurheid en wat gewoon het allerbelangrijkste is. Tot slot, hier zit veel levenservaring. Ik wil niet zeggen van dat je oud ziet, want dat ziet je niet. Allemaal gezonde mensen, door een sportschap. Maar hier zit veel levenservaring tegenover me. Wat denk je, kunnen we het nog een keer keihard terug, het virus? Mensen, de tweede golf of... Ja. Ik hoop het niet. Het zal van het gedrag van de mensen afhangen, denk ik. Ja, dat is bepalend. En daarom vroeg ik dat ook. Wat denkt jij? Wat denkt u? Ja, helemaal kwijt gaan we het nooit meer krijgen. Ik denk dat als het niet corona is, dan komt er wel een variant erop. En dat we een beetje op een andere manier met elkaar moeten omgaan. Ja. We zullen anders moeten gaan leven. Dat is denk ik wel. Ja, het nieuwe normaal. Ja. Oh, het vanzelfsprekende, denk ik. Daar zien we nu achtergekomen dat dat dan niet zo is. We zien met de neus op de feiten gedouwd dat het leven toch niet altijd maakbaar is zoals we het in de kop hebben. Jongens, ontzettend bedankt. Geen gedoe. Ik vond het gezellig. Ja. En, heb je nog een lange ronde voor de boeg? Nee. Al halverwege. Halverwege. Het damesclubje ook een naam trouwens? Ja, de Pedalets. De wat? De Pedalets. Ja, dat hebben we zelf bedacht. De Pedalets. Ah, de Pedalets? Ja. Ach, ook de Pedalets.